natuurlijk allemaal de plantjes. De plantjes zijn er al. Oh, ja? Ja, en die... Oh, ze zijn echt bossen aan het. We zijn bewonersactie bezig, waarbij we in samenwerking met de gemeente de bewoners zelf laten opruimen. We hebben de mensen van de gemeente weggestuurd eigenlijk om het zelf op te pakken. Om het vooral preventief te regelen en niet repressief achteraf voor al de mensen die hun rommel achterlaten. En ik heb deze gevonden van mijn auto. Vanmiddag zijn we de vuilnis aan het opruimen. Mensen die zelf geen grof vuil naar buiten kunnen sjouwen, die worden geholpen. Dat kan dus vandaag allemaal kwijt in een container. Er zijn bewoners geweest die hebben contact opgenomen met een gebiedsorganisatie. En gezegd, goh, kunnen we daar geen afspraken over maken? En het is de bedoeling dat mensen dit ook wat vaker doen. En nou ja, dan in de hoop dat mensen beseffen van hoe belangrijk het is om je omgeving schoon te houden. Stadsbeheer kent een aantal afdelingen, dus de mensen van Schone Stad hebben hier een rol gehad. Die hebben bijvoorbeeld het plein heel mooi schoongeveegd vanmiddag. En zo zijn we met elkaar bezig en dat juichen wij van harte toe. Nou, we kregen zoals u ziet handschoenen, hesjes en prikkers van de gemeente. Zo'n 100-tal, dus we kunnen aan de slag. We bellen overal, we tackelen iedereen die langskomt. Om te zeggen, we vragen ook aan de achtertuinen of ze rommel hebben. Dan helpen we ze opruimen van de achtertuinen. Structureel samen de boel schoonhouden. Het is ook hun plein. Het wordt lekker getimmerd. Ik ben Caroline Helweg en mijn collega is Ruben Lacroes. Dus Lacroes, Lacroes en Helweg. We hebben afgelopen november op het eiland hier achter ons in de vijver van het Borneveld op het eiland een heleboel dieren neergezet. Hele grote houten dieren. Ik maak een olifant. Omdat je moet met een hamer werken. Maar het is best moeilijk. Dus ze zijn daar, hebben een sanctuary gevonden op het eiland. Wat is dat? Ja, een veilige plek. Dat is leuk. En dat is wat we dus doen. We zetten gewoon een groot beeld neer, een soort inspiratiebeeld. En naar de aanleiding daarvan proberen we met buurtkinderen contact te zoeken. En dan gaan ze ook timmeren. Zuidwijk is helemaal top. Wij werken samen, werken we nu met deze organisatie, weet deze? Kunstlab, ja. Nou, Kunstlab hoort bij Scarlokaal. En wij hebben allemaal ateliers hier en Kunstlab is het atelier voor de kinderen. Hier is, het heet hier Borneveld en dat is helemaal in Zuidwijk. En het Kunstlab is voor kinderen op woensdagmiddag. En op zaterdagmiddag kunst maken. Super om in de wijk zoiets te hebben. Goed voor de kinderen. En ja, je weet niet waar de ongesleten diamant zit. Hè? Het resultaat. Nou, dat kun je hier zelf zo meteen filmen. Gewoon schitterende beeldjes.
gaan doen. Stap u altijd op de trein, hoor? Ja, ik ben een vaste bot. En altijd hier op Charlotte. En hoe gaat het vandaag? Gezellig. Ja. Zijn vrolijke mensen, ja. En het weer zit mee, af en toe. Ja, dat moet altijd gevierd worden, vind ik. Dat moet zo blijven. Kijk, dat is net zoals met de rommel, maar dat je een beetje je spulletjes kwijt bent, is voor de mensen ook leuk. En vooral voor de arme mensen die eigenlijk geld hebben.